What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Nice. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn, zoals jullie weten. En welkom bij een nieuwe aflevering van Gekke Werk, de serie waarin ik de meest idiote opdrachten doe. En ik moet het doen binnen 24 uur. Kijk, dat was al duidelijk hoe het format in elkaar zit, Kelvin. Goed gedaan en leuk uitgelegd nog, ja. Laten we overgaan op de orde van de dag. Namelijk, ik heb hier de Gekke Werklijst, de lijst van 100 meest idiote opdrachten ooit ingezonden door jullie, de Kelvin. En ik ga een fanaccount DM sturen en die gaat de cijfer zeggen van 0 tot en met 100. En het cijfer wat die persoon zegt, moet ik binnen nu een 24 uur uitvoeren. Oké, het is duidelijk, let's go. Ik stuur Kalfijn for life. Hey! Oh my god, hey! Noem eens een getal tussen de 0 en de 100. Emoji attack. Animals, yeah! 67. Oké, mooi getal, mooi cijfer. Lekker gedaan. Dankjewel, Calvin for Life. We kijken eventjes naar nummer 67. Zet een tatoeage van je aantal abonnees en laat dit doen door 7 verschillende mensen. Oké, ik mag in ieder geval in Nederland blijven. Dat ook wel eens een keer lekker. Oké, aan de ene kant vind ik het kut, aan de andere kant vind ik het best vet. Want ik vind wel zulke soort dingen, weet je, YouTube is wel mijn leven. Dus ergens, als ik dat dan doe, ik zou het niet erg vinden. Het is alleen dat het verschillende mensen moeten zijn. Oké, het is bijna 12 uur. Ik ga om 12 uur beginnen. Dan heb ik nog 24 uur om de opdracht officieel te voltooien. Let's go, Kelfam. Goed. Dit is het plan. Op het moment dat ik dit film heb ik 700.000 abonnees. Ik kies 7 verschillende mensen die elk 1 streepje op mijn arm gaan zetten. Elk streepje staat voor 100.000 abonnees. Deze mensen zijn Peter, Nina, Quinten, Jart, Anna, de tatoeëerder en ikzelf. Ik bezoek al deze mensen om ze hoogpersoonlijk te vragen of ze deze levensgevaarlijke taak willen uitvoeren. Als ze allemaal ja hebben gezegd, slaap ik een nachtje om te dromen over de tijd dat ik nog niet zo dom was. Samen komen we de volgende dag bij elkaar en steken we allemaal dat tatoeagepistool in mijn arm, zodat ik voor de rest van mijn leven weet dat ik fucking achterlijk was op mijn 22e. Klinkt als het kutste plan ooit. I got this. Ik heb een vraag. Ja. Dat is denk ik een vraag die je nog niet vaak hoort. Is om een tatoeage te laten zetten van mijn aantal abonnees door 7 verschillende mensen. Dat kan zeker, op eigen risico natuurlijk. Het is geen makkelijk beroep. Hè? Nee. Maar onder toezicht en met wat uitleg en wat begeleiding komen we er wel uit, denk ik. Ja? Als uitzondering. Ja, precies. Don't try this at home. Oh fuck, we gaan het gewoon echt doen. We gaan dit gewoon echt fixen. Ik snap er geen reet van. What's good, Kelvin? Oké, ik ben momenteel onderweg naar Jart. Ik ga namelijk even checken of hij er eventueel voor open staat om als eerste op mijn lijstje die tatoeage te gaan zetten. Hij werkt gewoon, dus ik hoop dat zijn baas er niet echt vindt dat ik hem morgen even kidnap en meeneem naar de tatoeageshop. Hopelijk doet hij niet moeilijk. Hey vriend. Ga je vloggen? Ben je blij? Ga je vloggen? Nee. Ik heb een vraag voor je. De opdracht is als volgt. Deze aflevering moet ik binnen 24 uur mijn aantal abonnees laten tatoeëren. Oh shit. Door 7 verschillende mensen. Nice. En ik heb jou uitgekozen om één van deze 7 te zijn. Dit vind ik echt vet. Wil je dit doen? Ja, tuurlijk. Ja, serieus? Ja, tuurlijk, sowieso. Ah, lekker man. Wanneer? Morgen. You better be there, man. I'm gonna be there, I'm gonna be square. Lekker papi. Oké, ik zie jou. Take care, man. Veel plezier met tegen de muur aanstaan. That's my boy. Oké, mazzel. Ik ga Quint even opbellen. Quint is de volgende op mijn lijstje. Ik ga hem even vragen wat hij aan het doen is. En dan ga ik hem gewoon opzoeken. En dan ga ik hem gewoon vragen. Hey man, broeder. Hey. Where are you at this moment? I'm right now inside Peter's house. Can I come to Peter's house for a quick question? Yes, you can come to Peter's house. Tatoeage op jou? Ja. Of wat zijn die? Tattoo artist? Nee, ik zeg gewoon Matties. Voor de lol dus gewoon. Ja. Wil je even een tattoo zetten op me? Stel dat het fout gaat dan.
Ja, dat, volgens de tatoeage guy kan het niet echt fout gaan. Ik hoop het niet voor jou. Als het fout gaat, dan het is niet dat je... Ja, je kan het weer maar lezen. Ja, dat is ook zo. Nee, het is... Niet dat het zonder pijn gaat. Ja, het is wel een mooie herinnering. Ja, maar dan best... moet dit wel lukken. Ja, dat is waar. Dat is de bad herinnering. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Ik zit erin. Hey! What you doing here, bro? What's good, papi? What's good, little papi? Come in. Waar is Peet? Peet is net weg. Nee! Ja. Fuck! You need him for this. Ja! Kut! Hij komt 7:30 weer terug. Oké, ga even zitten. Oké, het verhaal is net als volgt. Ik kom net bij Jart vandaan, ik heb hem ook gevraagd en hij heeft ja gezegd. Dus je kan, als hij nu nee zegt, dan ben je een pussy. Oh, wat? Ja, want je weet, ik ken Jart. Laten we dan gewoon het nog leuker maken. Gewoon, stop gewoon met mij überhaupt iets vertellen. Helemaal niks. Ik krijg helemaal geen info vanaf nu. Ja? En ik zeg alsnog ja. What? Oké, dan ga ik het je gewoon niet vertellen. Oké. En dan zeg ik gewoon dat je morgen om 10 uur stuur ik je gewoon naar een adres. Oké. En dan moet je gewoon komen. En je kan niet, dat kun je niet meer nee zeggen. Oké, is goed. Ja? Yes! Lekker maar. Amoye. Amoye. Ik heb een vraagje voor je. Komt er maar. Ik moet mijn aantal abonnees op mijn arm laten tatoeëren. En dat moet gebeuren door 7 verschillende mensen. Hè? Huh? En ik wil je vragen of je één van die mensen wil zijn. Om te tatoeëren? Op mij. What the fuck? Nou. Morgen om 10 uur. Kijk op mijn agenda. Ik heb al gecheckt, het kan. Oh, oké, okay, het moet lukken. Ja, ik zie het. Nou, dan let's go. Ja? Ja. Lekker. Oké, okay, het is inmiddels ongeveer 7 uur. Ik hoop dat Nina thuis is. Hallo? 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 Hey, Ottie. Ottie, waar is Nina? Hallo? Hallo? Volgens mij is Nina uit eten. Volgens mij ging zij vanavond uit eten. Alleen ik wist niet dat ze al zo vroeg uit eten zou gaan. Dus ik ga denk ik maar gewoon hier wachten totdat zij terug is. En in de tussentijd ga ik even Anna bellen, denk ik. Dus het zou me best wel leuk lijken als zij het ook gaat doen. Maar ik weet helemaal niet of ze hier zin in heeft. Maar goed, dan kunnen we maar op een manier achterkomen. Het eerste probleem is dat Nina er nog niet is. Het tweede probleem is dat Anna dus niet kan. Wat betekent dat ik iemand anders moet bedenken. En ja. Ik heb even een tijdje op de grond gelegen. Ik heb even nagedacht van, hey, welke motherfucker kan dit doen? Maar ik heb wel... Ik heb wel iemand in mijn hoofd die dit misschien wel geinig vindt. Dus we gaan even kijken of die persoon het wil doen. Ik ga hem gewoon opbellen. Hallo. Yo. Gio, heb je ooit een tatoeage op iemand gezet? Op iemand gezet? Nee, dat nooit, man. Zou je dat willen doen? Ja. Denk het. Op mij bijvoorbeeld, morgenochtend. Morgenochtend? Ja. Ja, ik vind het best. Ik vind het niet dat dat moet, maar dat zou ik nog wel leren, want daar... Nice. Nice dat je mee wil doen. Ik app je zo wel even de details en zo. Oké, mazzel. Yo. Laat het. Yes, boy! Deze Nina, deze mevrouw moet ja zeggen. En dan is de cirkel rond. Ik snap niet hoe dit werkt! Oh mijn god. Hallo, wat is dit? Bill. Hoezo ben jij aan het filmen? Ik heb een vraagje voor je. Waarom ben je dit aan het filmen? What the fuck is dit? Als jullie gaan trouwen, ik ben erbij. Nee, nee. Oh. Ga niet trouwen. Waarom ben je aan het filmen? Wat ga je doen dan? Ik heb vandaag een nieuwe opdracht te horen gekregen. Ik kreeg vanmiddag te horen dat ik mijn aantal abonnees op mijn arm moet laten tatoeëren. Door 7 verschillende mensen. What the fuck? Ik ga toch niet jouw arm tatoeëren, vriend? Ik heb al 6 mensen zover gekregen om het te doen. Ik ga jou niet tatoeëren. Nee, laat me even uitpraten. Jart gaat het doen. Peter gaat het doen. Quinten gaat het doen. Gio gaat het doen. Echt? Wat? Gio gaat Kelvin tatoeëren? En ik ga mezelf tatoeëren. En de tatoeëerder gaat een zetten. En jij bent de 7e. Oh, maar als het dan ooit uit is, heb je een tatoeage van je ex op je arm. Hi. Ja, maar je moet me even antwoord geven op de vraag. Wil je dat doen? Ja, wat moet ik tatoeëren dan? Doe normaal. Dat is toch elkaar moeilijk. Je hoeft alleen maar een streepje te tatoeëren. Wat nou als ik uitschiet dan? Ja, nou ja, dat is grappig. Heb ik een leuk verhaal. Oké. Okay. Ja, is goed? Ja. Hey! Lekker Nina.
Hey. Precies, hè? Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ja, zeker, man. Helemaal niet. Jawel. Helemaal niet. Zijn dat een tatoeage? Vaak oh, man. Iedereen is op tijd. Wat eet jij? Een muesli reep. You eating a muesli reep? Welkom. Ja. Ah, lekker. Dank. You're the real man. Het is, je moet de naald schuin de huid induwen. Oh my god. Ja, het gaat naar de kloten, hoor. Kunnen we dit even op een wegwerppersoon? Heel rustig naar beneden. Niet te langzaam, niet te snel. Dat is het hele... Dat gaat hij ondervinden. Hoe het nu begin ik het wel spannend te vinden. Weet je wat ik spannend vind? Dat Quinten er überhaupt nog niet eens is en dat hij dus hele, deze hele workshop gemist heeft. Ik zei, hij komt zo meteen gewoon binnen en gaat met zijn fietshandschoenen aan. Gaat hij gewoon zo lijn trekken. Peter zit er klaar voor. Peter, ben je er ook een beetje klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, dat vind ik fijn. Ik vind het fijn dat Peter als eerste gaat. Hij is toch wel een beetje de meest verantwoordelijke van de groep. Gewoon erin zetten, zie je. Dan zuigt hij zichzelf vol. Zo. That's it. En dan van boven naar beneden. Dan gaat hij. Dat is eigenlijk hoor. En helemaal erin duwen. Ja, dat komt goed. Oh ja, die voelde wel. Die zat er wel in. Ja, begrijp ik nou goed dat jij als tweede gaat? Ik ga als tweede, man. Dit wordt de meest kutte, denk ik. Wow! What the fuck was dit? Wat gebeurt er? Ja, dat was goed. We hebben nog ongeveer 20 minuten. Quinten is er nog steeds niet. Ja, ja, die gaat ook niet laatst. Die gaat. Yo, waar ben jij? Ja, ik zit op de fiets, man. Ik kom zo snel als ik kan, man. Ik ga op de scooter hier, jongen. Ik ga de scooter gewoon in. Je hebt nog ongeveer 20 minuten, hè? Ja, ik kom zo snel als ik kan, jongen. Ja, oh mijn god. Ja? Dus. Nee, je moet wel rechter nog, denk ik. Hallo, die hebben we zo gedaan. Wil je er alsjeblieft niet mee doen? Ja, oké, okay, ik wil niks. Gaan we. Duwen. Lekker mee. Heel goed. Hartstikke warm. Lekker naai. Als een pro. Perfect. Nice. Ik heb het mooiste lijntje gemaakt. Lekker. Ik ga er een J van maken, Jart. Doe het. Nee. Doe het, Jart. Maak er een J van. Ga ik niet doen. Nee, maar dat ga ik niet doen. Jawel, dat moet je echt doen, vriend. Oké, misschien ga ik het doen. Nee, ga je doen. Dat doet wel uit, joh. Wow, het lijkt alsof ze elke keer meer pijn doen, hè. Jullie gingen veel te snel in. Jullie steken hem veel harder er steeds in. Jij de mooiste gemaakt bijna. Nou ja, nee, dat is prima. Oké, okay, het moment is daar. Ik had liever dat Quinten dit streepje ging zetten, maar aangezien hij er gewoon nog steeds niet is, ga ik eerst mezelf doen. Ik ga een tatoeage op mijn eigen lichaam zetten. Het slaat nergens. Oké. Ga ik duwen en trekken. Maar ik weet niet of het hard genoeg was. Ja, dat was goed. Ja, was het goed? Ja. Oh! En de mooiste. Oh, fuck, nee. Ah, vet, man. Ik heb gewoon één op mezelf gezet. Nice. Het is 10:12. Quinten is nog nergens te bekennen. Dus ik denk dat we maar gewoon dat ene grote streepje gaan doen. Of kan dat niet? Tuurlijk kan dat. Ja? Ja. Ja, mooi streepje. Nice. Hij is echt vet. Ik vind hem echt vet worden. Of niet? Jullie vinden hem lelijk. Oké, okay, is goed. Ik zeg niks, hoor. Hij is gewoon wel oké, hoor. Oh ja, trouwens, leuk weetje. Quinten weet ook nog niet eens wat hij gaat doen, hè? Ik heb het Quinten nog niet verteld. Hij komt hier gewoon en hij weet het niet, serieus? Oh, daar is hij. Yo! Schiet op! Kom op, tempo! We hebben wel, oké. Okay, nee, maar ik ga niet dat ook op mijn arm zetten. Nee. Oké. Okay. Hij weet niet wat hij... Hey, maar stel dat het wel zo was, had je sowieso ja gezegd. I know. Oké, okay, Quinten. Moet het binnen een bepaalde tijd of zo? Ja, we hebben nog zeg maar 5 minuten ongeveer. Jezus, waarom vraag je dan of ik meewerk? Wacht, even rustig aan. Er hebben 7 mensen al een tatoeage op mij gezet, waaronder ikzelf. En jij bent het laatste. Dus nu krijg je even van Isar een tutorial over hoe je hygiënisch wordt en hoe je dit fixt. En dan moet je het snel doen, want we hebben nog ongeveer 5 minuten. Oké, okay, let's go. Jart, hoe lang hebben we nog? 3 minuten. Oh,
Krijg je helemaal met deze snelheid ongeveer naar beneden. En de druk, kun je de druk simuleren ergens op mijn hand of zo? Oké, dat is best wel firm. Ja, gewoon goed. Goed strak trekken. Ja, goed. Heb ik hem zo goed vast? Goed erin duwen. Goed erin duwen. Moet ik niet nog een keer? Ik zal even kijken. Oké, we gaan even kijken of het gelukt is. Dat is goed. Het is gelukt, applaus! Woo!